Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland, maar er is vannacht wel mist ontstaan. Vooral in het westen, noordwesten en noorden is het de eerste ochtenduren nog mistig, daarna trekt de mist op. Verder trekken er dan wel wolkenvelden over het land, maar vaak zijn het dunne sluiwolken waar de zon toch nog aardig doorheen komt. Vooral vanmiddag hebben we dan ook te maken met soms wat dikkere wolken. Langs de westkust valt er dan misschien een spatje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 17 tot 19 graden, matige zuidoostenwind, lokaal kan het vanmiddag 20 graden worden. Vanavond is nog helder, maar later in de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en in de avond en nacht kan er dan wat regen en motregen vallen. Morgen overdag krijgen we met buien te maken. Vooral in de middag kunnen die pittig zijn, en dan is er ook kans op onweer. Temperaturen morgen een fractie hoger dan vandaag. 17 tot 20, misschien lokaal 21 graden. Er Staat ook meer wind. Woensdag nog een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen is het dan al droog. En vanaf donderdag gaat de luchtdruk weer stijgen en dan verdwijnen de buien. Maar de temperaturen gaan ook naar beneden. Vanaf donderdag liggen die rond de 15 graden, s middags, Terwijl we vandaag en morgen dus nog lokaal de 20 halen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.